Hoe het al eens van promo gehoord, Femke Jelle? Of is dat misschien een vies woord? Als Gollander ook iets op dat podium zou willen brengen, zorgt er dan toch tenminste voor dat dat dit is dat de mensen echt naar de keel geraakt. Zeg nou niet dat Gollen ook met terechtstellingen of zo moet beginnen, want dat kan wel eens een keer verkeerd aflopen, zoals we helaas weten. Maar ja, zo van die... wat was dat weer? Beginnende singer-songwriters en stand-up comedians. Kom on, zeg. En nee, zo ongeveer stond de Mustang Eddy op een hendel. Als hij die hendel overhaalde, dan klapte dus dat valluik open, de gangen die donderden op een einde, je blijft in die strop hangen. En neer zo stond een Texas Joe, met zijn sigarettenpijpje een beetje nonchalant in zijn mondhoek. Dat kon toen nog allemaal. Keep the flame burning, son. Een cowboydorp is blijkbaar niet meer van deze tijd. En een educatief en klimaatneutraal ervaringsgericht multicultureel ecocentrum blijkbaar wel. Tjoh.